Foto Knokke-Heist, cultuurcentrum Scharpoort, daar willen wij natuurlijk alles over weten. Dat valt natuurlijk onder cultuur en wie daar alles over weet, de eer is aan de schepen van cultuur uiteraard. Indrukwekkend wat wij hier zien. Ja, ik denk dat we bijzonder trots mogen zijn na dus, de coronaperiode die we gehad hebben en de uitstellen van tentoonstellingen en weet ik veel. En dat wij ook hier terug na Anton Corbijn, Stefan van Vleteren, Ranking, in het verleden Erwin Olaf, dat wij opnieuw twee kleppers van formaat mogen tonen. Het mogen dan wel mensen zijn van in de omgeving, want Servaas van Belle is een Knokke-Heistenaar en Frikke Jansen mag dan van Brugge zijn, maar het zijn wel mensen die dus echt furoren maken op dit ogenblik. Ook in het buitenland. Servaas misschien nog iets minder, maar ik ben heel zeker dat dit ook wel komt. Hoe slaagt Knokke-Heist en cultuur er telkens in om die grote namen te pakken te krijgen? Wel, het staat eigenlijk ook in ons beleidsplan. Het is ook onze bedoeling om toch echt in een cultuur-toeristisch perspectief mooie tentoonstellingen aan te bieden die niet alleen voor de lokale bevolking zijn of voor de tweede verblijver zijn, maar waar we ook wel een aantal mensen van buiten Knokke-Heist kunnen aantreffen of aantrekken die geïnteresseerd zijn in kunst. We zijn een kunstgemeente. Wij zetten in op mooie galerijen die heel veel mooie dingen tonen. En ik denk dat dit gewoon het surplus is. Of misschien zelfs de aanleiding kan zijn voor veel mensen om toch meer kunst te gaan bekijken. Ik zie op de openingsdag vandaag al heel veel publiek, hè? Ja, dat klopt. Wij hadden veel uitnodigingen. We zien inderdaad een heel mooi publiek hier aanwezig. Komt natuurlijk ook omdat we twee fotografen hebben. Die hebben ook wel een entourage mee. Dus heel veel mensen van buiten Knokke-Heist. Maar dat doet ons enorm plezier, want dat zijn ook allemaal mensen die Knokke-Heist deze namiddag op deze schitterende lentedag zullen gaan bezoeken. Wanneer kan men terecht? Van wanneer van vandaag, 26-3, de voorstelling, tot wanneer? Wel, zoals u ziet, tot 12 juni. En dus we hopen dat heel veel mensen deze tentoonstelling zullen komen bezoeken. Daarna pakken wij opnieuw uit met tentoonstelling die zal plaatsvinden in de Ravelingen, Newton. Maar het is een tentoonstelling die plaatsgeeft momenteel in Berlijn en die rechtstreeks van Berlijn naar hier komt. Ook daar heeft dus de curator, Kaat Seeles, die heeft haar prospectie gedaan. Die heeft gezegd, Brussel nee, dat doe ik niet, Gent nee. Ik kom naar Knokke-Heist en ik denk dat wij als Knokke-Heist daar bijzonder fier mogen op zijn. Dat wij als Knokke-Heist met Foto Knokke-Heist toch wel op die manier op de wereldkaart staan. Bedankt voor de toelichting, daar komen we straks natuurlijk op terug. Graag gedaan. Voilà, zoveel is duidelijk. De tentoonstelling in cultuurcentrum Scharpoort. Je weet waar je naartoe kan en mag. Sifan Knokke-Heist via FM, Facebook of onze app.